daar ben je al. Ik zoek Jezus, de koning van de wereld. Jij ook? Ik ook. Weet u waar hij is? Misschien in Cana. Cana? Ja, het dorp hier achter de heuvel. Ik ben er op weg naartoe. Maar ik zag jou aankomen en ik dacht dat je misschien verdwaald was. Hoor je die muziek? Ja, wat is dat? Er is feest in Cana. Mijn nicht trouwt en iedereen is op de bruiloft uitgenodigd. Misschien is Jezus daar ook wel. Ga je mee? Graag. Hoor je dat, Asinus? Misschien zien we Jezus nou heel gauw. Komt u van ver? Dat valt wel mee. Waarom? U hebt zoveel bagage. Oh, dat. Een cadeau voor het bruidspaar en geschenken voor Jezus. Oh, moet je geschenken meebrengen voor Jezus? Dat wist ik niet. Ik wil graag een volgeling van hem worden en ik heb gehoord dat Jezus en zijn leerlingen arm zijn. En ik ben erg rijk, dus ik dacht, ik zal ze eens verrassen. Ik heb alleen een koontje, maar misschien wil hij dat hebben. We zullen wel zien, kleine koning. Kijk, we zijn er al. Ben je eindelijk? Je hebt het mooiste van het feest gemist. Oh ja? Jezus van Nazareth was hier. En toen is er een wonder gebeurd. Hier, proef dit eens. Heerlijke wijn. Er kwamen veel meer mensen op onze bruiloft dan we dachten. We hadden lang niet genoeg wijn. Maar Jezus zei dat we alle 6 de watervaten met water moesten vullen. En dat deden we. Hij bleef erbij staan en toen we klaar waren, zei hij... Proef maar. Nou, hoe vind je het? Jij bent een kenner. Nog nooit zulke uitstekende wijn gedronken. Dat was het water uit de vaten. Jezus heeft al het water in wijn veranderd. Is hij er nog? Jezus? Nee, hij is net vertrokken met zijn leerlingen. Waarheen? Ik wil hem achterna. Naar het meer van Galilea, geloof ik. Neem me niet kwalijk, lieve nicht, dat ik niet langer op je bruiloft blijf. Ik heb haast. We halen hem nooit meer in. Asinus, zo hard kunnen we niet. Waarom heeft hij niet op ons gewacht? Waarom kijk jij zo verdrietig? U bent de moeder van Jezus. Hoe weet je dat? Gilead heeft me eens gezegd dat ik u meteen zou herkennen. Omdat u de mooiste vrouw van de wereld bent. Gilead? Een vriend van mij. Nou weet jij wie ik ben, maar wie ben jij? Ik ben Izar, uit Margodia. En dit is Asinus. Wij zoeken uw zoon. Ben jij een vriend van Jezus? Ik zoek hem al heel lang. Omdat ik alleen was en een vriendje wou om mee te spelen. En toen ik die mooie ster zag, ben ik op reis gegaan. Maar we kwamen veel te laat in Bethlehem. Oh, maar dan was jij het die hij verwachtte. Toen hij geboren was. Er kwamen 3 koningen bij ons in de stal. Maar Jezus bleef naar de deur kijken. Hij wist dat je onderweg was. Dat is al meer dan 30 jaar geleden. Dan zijn we al meer dan 30 jaar op reis. En ben je van plan om het nu op te geven, Izar? Ik weet het niet. Kom, ik zal je iets laten zien. Toen Jezus op weg was naar Cana... kwam je langs een kudde schapen. Maar eentje was verdwaald en in een ravijn gevallen. Jezus hoorde hem blaten.
Oh, dat schaap was zo bang. Maar Jezus klom langs dat gevaarlijke ravijn naar beneden. Hij pakte het schaap, zette het op zijn schouders en bracht het terug naar de kudde. Wat denk je, Izar? Als Jezus dat doet met een verloren schaap, wat zou hij dan doen met een kleine koning? Hij zou mij ook niet vergeten. Juist. Ik ga Azinus halen. Doe dat. Goeie reis, Izar. Hé, daar is die rijke jonge man weer. Bent u nou al terug? Of kwam u mij halen? Nee. Het spijt me, kleine koning. Ik was jou helemaal vergeten. Hebt u Jezus gevonden? Ja. Daar stond ik, met mijn armen vol prachtige geschenken. En hij wou daar niks van hebben. Oh nee? Ik zei, ik wil uw leerling worden en ik heb een kleinigheidje meegebracht. Wat moet ik verder doen? En toen? Jezus noemde een heleboel dingen op. Niet stelen, niet doden, mijn naaste liefhebben. Maar dat doe ik allemaal al, zei ik. En toen zei Jezus, er is nog één ding. Verkoop alles wat je bezit en geef het aan de armen. En dat ga je nou doen? Dat is het enige, maar dan ook het enige wat ik niet kan doen. Ik had hem graag deze geschenken gegeven, maar alles verkopen voor de armen? Nee. Waar is Jezus nu? Aan het meer. Hier vlakbij. Dan moet ik gaan. En ik ga terug naar de bruiloft in Cana. Goede reis, kleine koning. Goede reis. Straks, na het 7 uur journaal, is het weer alles of niets in de sportieve quiz Bullseye. In de Cosby Show geeft Cliff Huxtable zich over aan een streng dieet. All right. So I just take it to school. Thanks, Dad.